Song. Ontdekt in Zuid-Korea werkelijk door Guus Hiddink. Want voor de komst van Hiddink was Song zeer anoniem in Korea. Zeker geen international. Van Hooijdonk. Vrije man, Song. Jong-guk Song. Goeie voorzet, goal! Een Aziatisch doelpunt. De Koreaan zet voor. De Japanner zet zijn gekleurde kapsel ertegen. Dit is Pardo. Goed gezien. Vrije man, Song. Bij de eerste paal, Ono. Maar dit keer wordt hij niet gevonden. Zoals dat in de eerste helft gebeurde. Misschien nu, voorzet met links. Van Hooijdonk, 4-1. Pardo. Goeie bal zeg, Song. Ono is erbij. Pardo zelf sluit aan. Ono. Het wordt erg mooi gedaan en Buffel. Het wordt afgerond ook. Het ene hoogstandje naar het andere. En die bal blijft maar rondgaan van Feyenoorder naar Feyenoorder. En Buffel is er een. De opvolger van Thomasson. Die vast en zeker ook een hoger scoringspercentage zal kunnen halen dan de Deen. Want een kans is aan hem wel zeker besteed. Ook zoals hier als het niet zo'n makkelijke kans is. Ik heb een gehoord. Hij heeft veel getwijfeld en hij was heel erg zenuwachtig, maar hij is heel erg blij dat hij dan een goed resultaat heeft neer kunnen zetten. Lulling, dat is wel een goede paas. De weg vrij voor Song. Gaat ook hij zijn eerste maken voor Feyenoord. Jong-guk Song, jazeker. Het is 4-1. Jong-guk Song. Ook hij heeft er nu een achter zijn naam staan. Zeg. Goede paas van Song op Buffel. En een knappe goal van Thomas Buffel. Song. Emmerton. Ono, 0-2. Van Hooijdonk eindelijk weer eens op de bank. Utrecht staat op dat moment maar 3 punten achter Feyenoord. Bombarda. Nu los van Patrick Zwaanswijk. Bal passeert ook Schut. Ingezet en gescoord. Emmerton. Buffel. Even de vaart uit de aanval van Feyenoord. Song. Kalou. Met ruimte van Hooijdonk. Via Penders gaat hij erin. Het is 2-1 voor Feyenoord in de... Maar ook deze rechtse hoek richting Song van Kiwu wordt niet bestraft. Feyenoord houdt stand en wint met een man minder van Ajax. Ibrahimovic en dan heeft Luijten voor het laatst gefloten en wint Feyenoord. Dus de halve finale Amstel Cup met 1-0 van Ajax door een treffer van Paul Bosveld. Ajax uitgeschakeld door matchwinner Bosveld.